De oude drukpers, waar onder meer het Brabants Dagblad op werd gedrukt, krijgt een tweede leven in Spanje. Het bedrijf GWS in Schijndel kocht de pers 2 jaar geleden van een drukkerij in Best. GWS is gespecialiseerd in het schoonmaken en opknappen van oude drukpersen. Ze hebben de pers nu verkocht aan een Spaans bedrijf. Er zijn ongeveer 40 vrachtwagens voor nodig om de enorme pers in delen te vervoeren. In Spanje wordt de pers straks gebruikt om meerdere landelijke kranten te drukken.